Heksagons Matteo, zoon van Toto Junior, uit de moeder van Rubikiel, maar Matador 2. En die moeder is niemand minder dan Ushimanda, die al heel veel nakomelingen, 4 maar liefst, op het hoogste niveau heeft gebracht. Onder andere Double Dutch, Ego en Filamanda. Gorgeous Matteo is een NPS-gekeurde hengst die vooral goed scoort op zijn houding en balans en uiteraard zijn prestatiebereidheid, zijn werkwilligheid. Dat is een van de allergrootste kwaliteiten die uit deze stam naar voren komt. En dan via Toto Junior heeft hij natuurlijk ook de nodige dressuurgenen tot zijn beschikking. En gecombineerd met deze Merrylijn Ushimanda maakt dit een belofte voor de toekomst. Die in ieder geval via zijn genen alles in huis heeft om de Grand Prix te halen. Hij stapt zeer goed. Kreeg eigenlijk voor al zijn gangen een 7,5. Voor de stap, de draf en de galop. Was nog wat jeugdig ten tijde van het onderzoek. Maar ondertussen in de training ontwikkelt dit paard zich in rap tempo. Alles bij elkaar, een heel compleet pakket. Zeer interessant gefokt. En aan de hand van de genen een hoge verwachtingswaarde. En dat is precies de verwachting die we ook bij Stal Hexagon hebben van deze jonge hengst.